Hallo iedereen, ik kan maar één hand gebruiken vandaag en het is mijn linkerhand omdat ik mijn rechterhand heb bezeerd met volleybal. En deze is zwaar gekneusd en mag ik dus niet gebruiken voor een week, wat zeer moeilijk is. Vandaag maak ik voor de eerste keer een favoriete video. Dit zijn mijn favorieten. Ik ga beginnen met alle make-up producten die ik vaak heb gebruikt de afgelopen maand. Het eerste product is Naked van Urban Decay The Basics. Dit is eigenlijk het klein paletje van de Naked 1 palet. Ik ga dit proberen open te doen met mijn ene hand. Deze heeft allemaal matte kleurtjes op één na. Dat is de lichtste witte kleur. Deze heeft een glans en is eigenlijk als highlight bedoeld voor onder je wenkbrauwen of in je ooghoeken aan te brengen. Deze gebruik ik zeer vaak. Ik gebruik ook vaak andere oogschaduws erbovenop als ik bijvoorbeeld een kleurtje wil of een glittertje wil. Maar deze gebruik ik bijna altijd als basis, omdat deze gewoon ideaal is en klein. Dus ik pak hem ook bijna altijd mee als ik ergens heen ga. Het voorbeeld dat ik vaak heb gebruikt deze week is het Sleek Face Contour Kit. Deze bevat dus een bronzer en een highlight. Dit is in de kleur Light. De bronzer lijkt redelijk oranje, maar het is best wel goed. Ik heb hem nu op trouwens. En de highlight gebruik ik ook echt erg vaak. Voordat ik deze begon te gebruiken, gebruikte ik bijna elke dag deze bronzer. Terre Hygiene Bronzing Powder met een blush. Dat is het kleine roze stukje, maar het is niet ideaal als ik eerlijk mag zijn. Van Maybelline. Dit is gewoon een heel mooi subtiele bronzer. Ook wel redelijk aan de oranje kant, maar niet te oranje. Zeer leuk voor een bleek huidje. En die ruikt ook heerlijk naar talkpoeier. Wat ik nog bijna dagelijks gebruikt heb in mij is deze Maybelline Falsies Volume Express Mascara in de waterproof versie, omdat het nog regelmatig regent in België. En deze geeft gewoon je wimpers zoveel volume. Het borsteltje ziet er zo uit. Ik vind deze gewoon echt een super leuke en fijne mascara. Ik heb een product dat ik al even in mijn schuif had liggen, herontdekt. Dit is het Milijn Wenkbrauw Potlood. Het is gewoon met een waxkant die helemaal op is. Die ik ook bijna niet gebruik om eerlijk te zijn. Maar wil je echt wenkbrauw goed in plaats houden, gebruik je ook de wax. En dan aan de andere kant het potloodje met de kleur. Dit is dus een heel goed kleurtje voor als je blond haar hebt of blonde wenkbrauwen. En dan heeft het ook nog een borsteltje aan deze kant die ik soms gebruik om de beginhoeken een beetje te vervagen als ik ze heb getekend. Dus deze wenkbrauwpotloodje van Milijn. De MAC Studio Flix Fluid SPF 15. Dat is waarom ik deze vaak gebruik, omdat er een SPF in heeft. Maar ook omdat ik heel veel last heb van acne de laatste tijd. En dus gebruik ik liefst mijn dikkere foundations. Dus ik gebruik vaak deze in combinatie met een andere soms. Maar ook vaak op zichzelf. Dus de MAC Studio Flix Fluid. Qua parfum draag ik bijna altijd Miss Dior Cherry, die niet meer bestaat, maar Miss Dior. Maar alle zonnige dagen van mei heb ik toch naar deze Prada parfum gegrepen. Candy Prada noemt deze en is zeer zoet. Niet echt, maar wel zoet. Bloemig van geur. Echt super geur. Dan voor de dagen dat ik iets lichter dan parfum wou dragen, heb ik vaak de Vanilla Body Mist van de Body Shop gebruikt. Deze is gewoon een super, super frisse vanillegeur. De zeep die ik gebruik deze maand is de Godmother van Lush. Ik weet niet of dat deze in het vaste assortiment is, maar het ziet er namelijk zo uit. En ik heb deze eigenlijk gratis gekregen in de Lush in Engeland. En ruikt gewoon heerlijk. Normaal eet ik heel graag de Chicken Aiki Noodles van Aiki Noodles. Maar op een of andere manier ben ik helemaal omgeslagen naar de Barbecue Aiki Noodles in mei. En dus vind ik deze veel lekkerder als de kippenversie. Ik weet niet waarom. Ik heb altijd chicken geprefereerd, maar ja, op een of andere manier is in mei barbecue mijn favoriet geworden. Dus deze. Qua kledingitem heb ik gekozen voor een jas die ik nu heel moeilijk kan laten zien met mijn één hand. Maar dit is gewoon een heel lichtroze jas met witte details. Deze heeft geen knopjes om te doen, dus echt wel een lente zomerjas. Maar ik heb deze echt vaak aangedaan wanneer de zon scheen en het niet te koud was om deze te dragen. Dan als laatste dat ik niet kan laten zien, maar dat ik jullie wel kan meegeven, is mijn favoriete serie van deze maand. Deze maand is mijn favoriete serie Game of Thrones. Kort na de paasvakantie is het nieuwe seizoen van Game of Thrones begonnen. Het wordt uitgezonden zondag in Amerika. In België zendt het op dezelfde tijd uit, maar dit is 4 uur 's nachts of zo. Dus ik neem deze op en kijk deze elke keer als ik thuis kom van school maandag, indien ik tijd heb. Elke aflevering wordt beter en elke keer word je opnieuw verbaasd. En het is gewoon echt een super serie. Ik zou aanraden het pas te beginnen zien als je 16 jaar bent. Maar dus als je 16 jaar bent of ouder en je hebt Game of Thrones nog niet gezien,
zeker beginnen, want seizoen 1 is al super goed, maar het wordt beter en beter elk seizoen. Wat je van heel weinig series kan zeggen. Indien je deze video leuk vindt, laat het me dan weten, zodat ik deze elke maand kan doen, omdat dit normaal een maandelijkse serie is. Zo, dit waren mijn favorieten. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Als dit het geval is, geef het dan een duim omhoog. En vergeet vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Daag!